shit. Het is allemaal niks. Ik krijg geen letter meer op papier. Ja, dan moet je je ook concentreren. Concentreren? Hoe kan ik me nou concentreren? Dacht je soms dat ik me zo wel kon concentreren? Hoe kan ik nou schrijven als ik geen inspiratie heb? Nou, dan moet je inspiratie maken. Mam, jij begrijpt er ook helemaal niks van. Nee? Nou, ik krijg er in ieder geval wel de bibbers van. Ik heb een writersblok. Ja, dat hoor ik vandaag nog wel voor de 10e keer. Iedereen verwacht dat ik met een nieuwe bundel kom. Schat, lievertje, hoor nou eens eventjes, hè. Neem je het nou allemaal niet een beetje te zwaar? En die moet beter zijn dan de eerste. Mijn lieverd, het is toch geen verplichting? Mam, schrijven is een verplichting. Ik moet schrijven. Ik weet alleen niet wat. En als jij nou eens eventjes rustig ging zitten, hè? Kan ik me concentreren? Krijg ik misschien eindelijk eens een keertje die draad door die naald? Ja. Ik zit muurvast. Nou, kom, laat nou eens eventjes horen. Wat heb je nou, hè? Dit. Of eigenlijk alleen dit. Oh, nou, schat, het is toch meer dan niks? Hè? Het hele leven is wachten. Wachten op het juiste woord. Wachten op die ene gedachte. Nou, dat is toch mooi? Ja, ik vind het diep. Diep? Dit is gewoon shit. Nee, nee, schat. Nee, dit is... Het hele leven is wachten. Wachten op het juiste woord. Wachten op die ene gedachte. Dat is toch schitterend? Ja, nou, en als ik dat nou mooi vind? Het is nog niet eens af. Oh. Ja, het hele leven is wachten, wachten op het juiste woord, wachten op die ene gedachte. Ja, wat zou daar nou op kunnen rijmen? Het hele leven is wachten, wachten op het juiste woord, wachten op die ene gedachte. Fantastisch, ja. De dichtbundel van Klaartje in 1 week helemaal uitverkocht. En aan de makkelijke manier waarop ze schrijft, het vloeit er zo uit de pen. En alles van hoog niveau. Indrukwekkend. Van wie zou ze dat nou toch hebben? Ja, van wie dacht jij? Ik zou niet weten wie. Dacht je niet dat ik gepubliceerd had in jeugd? Jij? Gepubliceerd? Echte gedichten? Nou ja, poëziealbums. Oh. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. Verre, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het niveau. Gelukkig dan maar dat Klaartje van hoog niveau is. Ja, dat zeg ik juist. Heeft ze van mij. Het zou mij niet verbazen als ze binnenkort genomineerd wordt. Genomineerd? Waarvoor? Oh, voor een literaire prijs natuurlijk. Welke prijs dan? Nou, de Nobelprijs misschien. Ja. Maar het zijn toch alleen hele bekende schrijvers die de Nobelprijs krijgen. Vera, hoe kom je daar nou weer bij? Het zijn juist de onbekende schrijvers die een Nobelprijs krijgen. Ik heb nog nooit gehoord. Nou, noem eens de schrijver die volgend jaar de Nobelprijs krijgt. Die kan ik toch niet noemen, want die ken ik toch nog niet? Omdat die onbekend is. Pas na de Nobelprijs is hij bekend, ja? Nou, Klaartje is onbekend, dus waarom zou ze niet de Nobelprijs krijgen? Nou ja, als je het zo stelt, zou ik dus ook de Nobelprijs kunnen krijgen. Ja, als jij niveau had, ja. Zeg, is Klaartje al aan iets nieuws bezig? Natuurlijk, Vera. Een echte kunstenares is altijd bezig. Nee. Nou, gewoon eventjes doorgaan. Wat rijmt er nou op woord? Het moet rijmen op woord. Boord, doord, voort, goord, gloord. Hè, wat? Mam, ik vind dit echt heel erg lief van je, hoor. Laat me nou eventjes nadenken. Hoort, joort, koort, loord, moord, noord. Mam. Voort, soort, hoort, koort, roort. Mam. Nee. Het moet rijmen op woord. Mam, ja? Ik stop ermee. Ja, nee, lievertje, toe, kom op. Nou, niet meteen de moed opgeven. Maar ik moet het zelf doen. Jongens, dat is toch hartstikke leuk als ik je help. Wacht nou even, hè? Het hele leven is wachten. Wachten het juiste woord. Wachten in de ene gedachte. Da 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 da.
Ja, dat is het. Ha, ik heb het. Wacht, dat is het. Ja, dit is het helemaal. Dit is het. Nou? Niet soms? Wachten tot je wordt verhoord? Ja. Dat kan toch niet? Waarom niet? Dan lijkt het toch net alsof je op het politiebureau zit. Nou. Laten we er nou maar mee ophouden. En nee, schat, toe, dat vind ik zo zwak. Dan maar zwak. Nee, nee, toe, kom op. Nou, kom. Laat me los. Lieverd, ik wil je helpen. Mam, je kunt me niet helpen. Maar schat, hoe wil je er dan uitkomen uit dat writersblok? Schatje, nee! Ja, en dan de rust waarmee ze voortdurend scheppend bezig is. Ja, ja, geweldig. Ze is onderhand echt toe aan een roman. Gaat ze een roman schrijven? Omi. Oh, sorry. Dag, Vera. Wat hoor ik, Klaartje. Ga je een roman schrijven? Een roman? Moet ze niet aan denken. Ik krijg nu al geen letter op papier. Is er iets, liefje? Nee, Omi, kom alleen even wat stoom afblazen. Oh. Komt later wel. En jij zei dat ze zo lekker ging. Een groot schrijver heeft zijn ups en zijn downs, Vera. Nou, dit is duidelijk geen up. Ze staat ook onder een ongelooflijke druk. Gewoon mensen zoals jij krijgen een flauwe nul van. Oh, maar jij wel, hè? Ja, ik wel, ja. Ze heeft een praatpaal nodig, een klankbord. Iemand die de dingen voor de regelt. En dat ben ik. Een soort verzorgster. Nee, verzorgster. Nee, een manager, natuurlijk. Shit. Ik kan het niet. Ik kan maar beter gaan vakken vullen in de supermarkt. Schatje, kan je nou echt niet beter op je eigen kamer gaan zitten schrijven? Mam, val me alsjeblieft niet lastig met zulke futiliteiten. Ja, maar... ik wou straks toch echt wel het eten gaan opzetten. Hoe kun jij nou aan eten denken terwijl ik muurvast zit? Hoe gaat het met onze romancière? Grapje. Ja, moeder, maak het nog een beetje erger. Oh, het is echt een ramp. Ik heb een writersblok van hier tot Tokio. Oh. En wat? Een writersblok. Ik weet niks meer te bedenken. Waarom ga je niet in eentje fietsen? Jet, hou je er buiten. Ja, nou, ik doe niks anders. Ik zit in de hal de boontjes schoon te maken, omdat ze niet gestoord mag worden. Heel goed, Klaartje, de rust nodig. Nou ja, ik zal toch moeten koken. Dat kan je ook wel ergens anders doen. Nou, ja, zeg. Nou, vertel het maar aan Omi. Wat is het probleem? Ik weet niet hoe ik verder moet. Nou, dat zou mij verbazen, liefje, met jouw talent. Ligt hier. Het hele leven is wachten. Wachten op dat ene woord. Wachten op die ene gedachte. Wachten tot je wordt verhoord. Dat was toch prachtig, liefje? Nee! Ja. Nee, niet dat het man bedacht! Heb jij dat bedacht? Nou ja, nou, alleen die laatste regel. Wie doet nou zoiets? Nou, alleen maar om te helpen. Zou je zoiets alsjeblieft nooit meer doen? Wat? Wat de begeleiding betreft, laat dat maar aan mij over. Dag, Michiel. Ah, Frederik. Michiel, een simpele vraag. Wat dacht jij van wat meer publiciteit? Ja, maar adverteren is tegenwoordig toch heel erg duur. Ik heb het over gratis publiciteit. Ga zitten. Koffie? Thee? Je weet, Klaartje, is het ogenblik erg druk. Ja, maar het wil tegenwoordig niet zo vlotten, hè? Dat vertelde Jet. Oh, die overdrijft altijd. Oh ja, maar ze zit toch met een writersblok? Oh, weer zo'n duur woord. Ja, het is natuurlijk een zware opgave, zo'n roman. Roman? Is ze met een roman bezig? Daar heeft Jet niks van gezegd. Ja, maar ze is nog in het denkstadium. Gelukkig begeleid ik haar.
Artistiek? Nee. Ik schep de voorwaarden. Ruimte, rust, geestelijke ondersteuning en publiciteit. Oh, dus jij bent eigenlijk meer een soort manager. Ja, dat is wel het minste wat ik voor haar kan betekenen. En om Klaartje nu te stimuleren om uit dat dal te komen, had ik gedacht, hier een interview met de lokale televisie. Hier? Dat is toch een prachtige publiciteit. Ja. En dan zakt ze tenminste niet weg in de vergetelheid. En de boekenstal ook niet. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. En wie weet... Ja, nu denk ik even hardop, hoor. Wie weet zit er voor jou een boekenprogramma wekelijks in? Wat? Bedoel je live op televisie met publiek erbij? Oh, dat zie ik helemaal zitten. Ja, live vanuit de boekenstal. Dat kan jij best presenteren. Ja, maar wat vindt Klaartje daarvan? Oh, ik dacht dat het misschien beter was om haar voorlopig niks te zeggen, want dat brengt haar alleen maar uit de concentratie. Oh ja? En Jet? Ja, die mag het helemaal niet weten, want die maakt alleen maar Klaartje van streek. Hoe dat zo? Michiel, luister, je moet het zo zien. Ik ben de manager. Ik ben verantwoordelijk voor Klaartje haar carrière. En twee kapiteins op één schip, dat gaat natuurlijk niet, snap je? Dus mondje dicht, Michiel. Mooi. Goed zo, dat is dan afgesproken. Morgenavond 6:30 in de boekenstal. Nee, ze zal er zeker zijn. Dag, meneer. Zo, dat is geregeld. En? Morgenavond is op televisie. Oh, wat spannend. Ah, heel belangrijk voor de naam. Ja. En nu de rest. Wat dan? Oh, zijn er zoveel dingen die geregeld moeten worden. Hoezo dan? En nou, bijvoorbeeld de uiterlijk. Oh, ze ziet er toch goed uit. Ja, maar het kan beter. Kijk, ik heb nu de kans om er image op te bouwen. Welk image? Vera, luister, lieve schat. Stel dat wij binnenkort naar Stockholm gaan. Wie wij? Ja, Klaartje en ik natuurlijk. Oh, waarvoor dan? Ja, voor de Nobelprijs. Maar die krijgt ze morgen toch niet? Vera, een image moet opgebouwd worden en daar moeten we nu alvast aan beginnen. Maar hoe is haar image dan? Vera, als Klaartje en ik binnenkort in de hoogste kringen verkeren, dan is het erg belangrijk dat ze op zijn minst een intellectuele uitstraling heeft. Oh, zoiets als jij bedoel je? Oh, wat zou jij zeggen van een bril? Ze heeft toch helemaal geen bril nodig? Vera, waarom zie je altijd moeilijkheden waar ze helemaal niet zijn? Goed, maar waarom moet ze dan aan de bril? Nou, omdat iemand met een bril er intelligent eruit ziet. Waarom ben jij dan niet aan de bril? Ik heb hem niet nodig. En voor jou is het verloren geld. Luister nou eens. Is dat nou wel verstandig? Al dat gedoe. Nou, ze net midden in die blokkade zit. Tuurlijk, Vera. Klaartje heeft een stok achter de deur nodig. Wat vind je van dit? Ja, wel, wel mooi. En dit? Ja, ook wel mooi. En dit? Ja, zo gekleed kan ze zo naar een ontvangst op Huis ten Bosch. Weet jij wat ik doe? Ik ga morgen met haar winkelen. Oh, ja. Hallo. Hoi, Annie. En waar hebben jullie de hele dag gezeten? De stad in. Gewinkeld. Oh, mooi is dat. En ik mag wachten. Nou ja, dat konden wij toch niet weten, hè? Heb je thee? Nee. Ik was het allemaal zo zat. Ja, schat. Maar jij moest er ook echt eventjes helemaal uit. Moet jij niet schrijven? Nou, de kind mag zich toch ook wel eens een keertje ontspannen. Nou, zo raakt ze helemaal uit de concentratie. Nou, waarom maak jij je nou zo druk? Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid. Ja, zo dan? Nou, voor Klaartje als schrijfster. Ik ben toch zo'n beetje... Beetje wat? Zo'n beetje de... Manager. De wat? Ah, ja, serieuze zaak. Ach, moeder. Kijk eens, Omi. Oh ja, oh, dit is enig hoor. Vind je het leuk? Nou ja, wel aardig, ja. Wel aardig, is het toch hartstikke leuk? Wel, maar vlot. Vlot, nou moe, weet je nou niks anders te zeggen? Maar past het wel bij de? Maar dit staat toch leuk? Nou. Ja, wat past dan wel bij haar? Dit bijvoorbeeld. Huh?
Nou, wat is daar nou bij mis mee? Ach, dat is toch helemaal niet haar stijl. Ik zou niet weten waarom niet. Nou, wanneer kan ik zoiets aan dragen? Oh, dat weet je maar nooit. Waar blijft ze nou? Straks staan die mensen van de televisie op de stoep. Ik vraag me af hoe Klaartje reageert. Oh, ze allemaal voor haar best wil. Is nou wel zo'n goed idee, hè? Zeggen dat Harry Moelis hier komt praten over writer's block. Nou, waarom zou het geen goed idee zijn? Ze wordt hier toch maar naartoe gelokt onder valse voorwendsels, hè? Later is ze bedankbaar. En Jet? Harry staat er buiten. Nou, Jet vertrouwt dat niet, hè? Wedden dat ze meekomt? Je zou eens een beetje meer aan jezelf moeten denken. Daarom juist. Ik zie de bui al hangen. Jet weet van niks. Wedden? Volgende week loopt het hier storm. Ja. Nou is dit zeker de stilte ervoor. Goedenavond. Hallo. Kees Bartels, TV Stad. Ah, goedenavond. Fijn dat u gekomen bent. Klaartje Valkenburg? Nee. De manager. Ah. Frederik Asselberg. Ja. Michiel Bruining, eigenaar van de locatie. Aangenaam. En u bent... Ah, ik zie de cameraman. En u? Ja, sorry dat we een beetje aan de late kant zijn, maar we hadden eerst nog even een aanrijding. Ja, met zwaar letsel, wat blikschade en zo. Dus u begrijpt, dat moest even afgehandeld worden. Oh, maar wat aardig dat u toch nog gekomen bent. Ja, we hoefden ook niet naar het ziekenhuis. Oh nee, gelukkig maar. Frederik, dat... Nee, dat mag tegenwoordig niet meer. Vroeger wel. Mocht je tot op de operatiezaal. Maar ja, dat is niet meer. Oh, maar u bent er tenminste goed vanaf gekomen, hè? Ja. Frederik, die heren hebben zojuist dat ongeval gefilmd, snap je? Oh, ja, nee, dat wist ik natuurlijk. Afwisselend werk, hè? Ja, jongen. Zeg, waar blijft onze debutante? Hallo. Oh, daar heb je er net. Ja. Wat is hier allemaal aan de hand? Geen Harry Moelis? Liefje, deze heren zijn van de televisie voor een interview met jou. Interview? Ik wil helemaal geen interview. Natuurlijk wel. Als ik het niet dacht. Moeder, wat is dit nu weer? Publiciteit. Waarom weet ik hier niks van? Ze zei dat het geheim moet blijven in verband met de roman. Welke roman? Van Klaartje. Oh, nee, hè. Jou kan ze toch ook echt alles wijsmaken, hè? Heeft Klaartje dan geen roman geschreven? Oh, wat ben je toch een huilebal. Maar dit is wel reclame voor de winkel. Ach, laat je toch niet altijd zo inpakken, suffert. Omi, ik geef echt geen interview. Liefje, deze heren zijn helemaal... Nee, echt niet. Het is voor je roman. Hebt u een roman geschreven? Ik weet van niks. Jawel, ze is bezig. Ach, moeder, hoe kom je daar nou toch bij? Wie is hier de manager? Ik doe het niet. Heren, dit is allemaal een betreurenswaardig misverstand. Nee. Dan geef ik zelf een persconferentie. Dames en heren... Moeder, doe niet zo achterlijk. Ga mee, we gaan naar huis. Laat me los. Nou, allemaal de winkel uit, alsjeblieft. Zeg, wegwezen. Jongens, kom af, hè. Nou, jij ze wel alles even op een rijtje hebt. Kunnen wij misschien eventjes rustig met elkaar praten? Hè? Nou, Klaartje blijft nou wel erg lang weg. We hadden ons nooit moeten laten wegsturen. Harry Moelis. Dat doe jij dus nooit meer, moeder, ja? Ik heb toch al gezegd dat het bespeet. Wat zou ze nou al die tijd doen? Wie weet wat ze allemaal over mij zegt. Oh, nee, dat zal niet veel goed zijn. Zal ik even bellen? Ja. Ah, gelukkig. Hoi. En? Nou, Omi, ik geloof toch dat jij gelijk had. Heb jij toch een interview gegeven? Ook. En wat bedoel je met ook? Ik vind ook dat ik een roman moet gaan schrijven. Het is niet waar. Ja. En dat heb jij gezegd? Mm-hmm. Op de televisie? Het wordt vanavond uitgezonden. Oh, dan ga ik meteen Vera en de Bridge Club bellen. Oh, oh. En kunt u alvast een tipje van de sluier oplichten? Waar zou uw nieuwe roman over gaan? Over Omi. Omdat ze zo'n bijzondere vrouw is. En omdat mijn oma zo bijzonder betrokken is bij haar omgeving. Een heleboel mensen noemen dat bemoeizucht. Die onbedwingbare drang om alles te regelen
om te bedisselen. Maar ze bedoelt het goed. En ze heeft mij van mijn writersblok afgeholpen. En daar ben ik er heel erg dankbaar voor. Dus, ik hou gewoon van haar, omdat ze is wie ze is. En wat wordt de titel? Mijn Omi, de drillmajor. Dit was Kees Bartels voor TV Stad. Goedenavond. Klaartje Valkenburg. Ja hoor, één momentje. Omi, dit is Vera in de Bridge Club. Ik ben er niet.